Breda Nu. Je weet het meteen. In het Stedelijk Museum Breda was er een expositie van 15 fotografen van het Fotopaleis collectief. Ik ben lid van het Fotopaleis, dat is een fotogroep uit Breda. En wij exposeren in het Stedelijk Museum Breda met 15 fotografen van het Fotopaleis. Nou, deze expositie is al een week gaande en hij hangt nog een week tot 22 april, tot en met 22 april. En de toegang is gratis, dus bezoekers en liefhebbers van fotografie of kunst kunnen gratis het Stedelijk Museum Breda binnentreden om hier een rondje te lopen op onze expositie. En wij exposeren één keer om de twee jaar. Er zijn bij ons een aantal professionele fotografen actief in de fotogroep het Fotopaleis. Maar er zijn ook een aantal vrijetijdsfotografen. Dus het is een mix. De aanloop naar zo'n expositie is toch wel twee jaar. Omdat de ervaring leert dat je dan toch best een tijdje mee bezig bent om een expositie in elkaar te zetten. Tegen de tijd dat we gaan exposeren, gaan we steeds dieper op het werk in. We kijken welk werk zou mooi zijn om te exposeren. Daaruit maken we gezamenlijk een keus en dan hangen we hier twee weken in dit geval. Het is niet zo dat wij lang van tevoren een thema uitkiezen waar iedere fotograaf zich aan moet houden. Maar iedereen mag zijn eigen werk kiezen en dan kiezen we. Ik ga in de loop naar de expositie toe, kiezen we een titel. Dus het is niet zo dat we een thema hebben waar we heel lang naartoe werken. Het is echt een titel waar iedereen zich in kan vinden. Aan de andere kant ga je ook dieper nadenken over wat wil ik met mijn foto zeggen. En dat is wel bijzonder aan het Fotopaleis. De mensen bij het Fotopaleis, daar vragen we eigenlijk van iets met hun foto te zeggen. Er een diepere achtergrond bij te bedenken. Nou, ik ben gepassioneerd door hout. En ik heb dus een foto, ik heb er hier maar één hangen. Maar ik heb een foto gemaakt van een stuk hout, oppervlakte van een boom. En dat heb ik een beetje geabstraheerd. En dan ontstaat er een heel, ja, vind ik een fraai beeld. Iedere kijker die kan zelf bedenken, kan zelf als daar eens een fantasie los laten gaan over wat zie ik, waar ben ik, ja, waar kijk ik naar. Breda Nu. Je weet het meteen.